Het viel mij wel op dat Jeroen Pauw zich wel heel ongemakkelijk voelde. Ja. Die had na 5 minuten spijt dat hij gegaan was. Ja, maar weet je, net zelf zegt, het is gewoon niet fijn om daar te zijn, op ertussen te staan. Nee, maar hij ging dan op basis dat hij geproduceerd gewoon heeft. Maar. Wij zijn toch ook een keer geweest, je moet het gewoon ondergaan. Ja. Laat gaan, weet je wel. Dat komt ook weer eind aan die avond. Ja, nee. En op zich is de borrel leuk. Nee, het is en leuk als je wint. De borrel. En de borrel. Ja, wie ook. Dus dat is altijd nou, ik vond het hartstikke leuk dat Jeroen is gekomen. Hij is natuurlijk een week gast geweest in de Oranje Zomer. Ja. Maar ja, ik snap... Kijk, dat is mijn moeder. Wat een lieve. Oh, dat is lief, ja. Nee, maar ik snap wel zijn ongemak. Dat hebben wij allemaal wel een beetje. Maar dat maakt het ook wel doenlijk, dat we met z'n allen waren. Dat scheelde. Ja, we waren echt met dat clubje. En die kale man met dat zwarte pak aan. Ja, die heeft steeds geroepen dat ze bommen moeten gooien. Nee, die had wel echt de dag van zijn leven. Jij kijkt dat soort bodyguard. Die is echt... Die, ook dat. Kijk, daar staat ook... Hij heeft ook een oortje. Hij heeft een oortje en zegt... alles veilig. Nee, geen versterking nodig, geen versterking. Ik kan het alleen af, zegt hij daar. Kijk, hier. Hij was onafgebroken. Hij is een beetje wethouder hacking, Jack. Hij stond de hele tijd zo een beetje ernaast. Zaken de gaten te houden, hè? Ik weet het niet. Maar je nodigt hem een keer uit voor een programma, je raakt hem niet meer kwijt. Hè? Daar kon echt niks gebeuren, hoor. Als je daar naast had, was hij er meteen tussen gesprongen.